video. Hopelijk vinden jullie dat fijn om te horen. Als allereerste stond ik bij de kaarten, daar kwam ik binnen. Ik heb ook meteen een pakje verjaardagskaarten meegenomen. En dat zijn deze die ik laat zien. Deze heb ik meegenomen voor mijn oma. En hier laat ik ook eventjes de rest zien van de spulletjes die in die schappen lagen. Dit waren echt super leuke knopjes voor op de deur. En daar zie ik mezelf. Dus ik dacht, peace. En hier staan nog meer super leuke spulletjes voor je huis te decoreren. En hier staan ook twee hele leuke beeldjes met een egel en een eekhoorn en een kabouterhuisje. Echt heel leuk om te zien. Ik vond dit ook heel erg mooi. Daar zitten in het midden zat een spiegeltje. Kun je ook heel mooi aan de muur ophangen. Deze leuke schilderijtjes aan elkaar. En deze bloemen. Wauw, wat waren deze mooi. Ik vond ze echt prachtig om te zien. Echt heel mooi. En nog meer leuke schilderijtjes en fotolijstjes. En om van alles een fotootje in te steken. Echt super leuk. Toen kwam ik bij de nepbloemetjes. Dat vind ik ook altijd wel fijn. Ik dacht dat ik hier wel fijne tinkels kon maken. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ze hebben hier echt altijd heel veel leuke spulletjes voor je huis te decoreren. Echt heel leuk. Kijk deze fiets. Hoe leuk is deze fiets? Ik vond hem echt fantastisch leuk eruit zien. En dan heb je ook nog het voorwiel. Is een leuk klokje. Klokje, klokje. Heel erg leuk. En dan komen we nu aan bij de mandjes. Mandjes, mandjes. Spulletjes te kijken, om te kijken of ik dan weer een nieuwe DIY of knutselproject of zo kan maken. Ik hou hier echt heel erg van. En het is bijna Pasen, dus ik kan daar weer misschien een paar stukjes of zo gaan maken. Echt heel erg leuk. Ik ga hier eventjes verder lopen. Hier zijn ook al nog meer nep plantjes of ja, kunstbloemetjes. Wat overigens wel heel erg handig is, want die hoef je geen water te geven. Super handig. Maar niet alle kunstbloemen vind ik mooi. En dan lopen we hier eventjes door de gangen. Daar, als ik mijn voeten laat zien, dan komt het dat er mensen langs lopen. En die heb ik liever niet op beeld. Misschien is dat ook niet zo prettig voor hun. Hier heb je allemaal leuke huisjes voor de vogelhuisjes en vogelvoer. Echt super leuke spulletjes. Ik zat hier ook te kijken of ik eventueel iets mee kon nemen voor mijn oma. En hier heb je een hele leuke pot of een vaas met super leuke bloemetjes. Ik krijg weer helemaal lente.
van heerlijk. Ze hadden ook echt superleuke spulletjes. En dan ben ik hier bij de dierlichthouders. Ik moet wel zeggen, dit moet mij wel echt denken aan de herfst of de kerst. Dus voor de lente vind ik dit niet heel geschikt. Ze hebben ook van die leuke houten schalen en onderzetters. Wat overigens ook heel erg leuk is, daar ben ik echt helemaal weg van. Houten spulletjes. Heerlijk. En aan de andere kant heb je hondenproducten. Daar kijk ik tegenwoordig wel meer naar. Maar dat komt omdat mijn zusje een hond heeft. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te zien. En jawel, ze hebben de paaspullen al boven gehaald. Oftewel, de paaspullen lagen al in de rekken. Ik vond dat op dat moment wel echt heel erg vroeg. Maar het is wel leuk om te zien, want het is heel erg kleurrijk. En natuurlijk altijd eventjes bij de etenswaren gaan kijken wat ze daar tussen hebben staan. Ook altijd heel erg lekker. Lekker, lekker, lekker. Snoepjes. Sorry, vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je hopelijk snel weer.